De sfeer is optimaal op Sportpark Ter Spekke, waar het toch maar even moet gebeuren. FC Lisse moet winnen van Staphorst. En dan handhaven ze zich in de topklasse, die volgend seizoen dus derde divisie gaat heten. En het begint lekker voor FC Lisse. Thierry Montigny na 20 minuten met de 1-0. Maar de voorsprong is van korte duur. Mark Schra, 3 minuten later met de 1-1. Dit is Rick Vermeulen. Het goede voorbereidende werk is van Eunal en Vermeulen brengt Lisse op een 2-1 voorsprong. Eunal, belangrijk in de voorbereiding van dit doelpunt, maakt even later de 3-1 en dat is ook de ruststand. Koen Fokkema beslist eigenlijk de wedstrijd als hij in de tweede helft na 8 minuten de stand op 4-1 brengt. Het wordt nog 5-1 via Murat Eunal en Rick Vermeulen tekent voor de 6-1. En na die 6-1 de publiekswissel voor Kevin Winter. Hij kwam erbij toen het slecht ging bij Lisse. En hij mag eraf als de klus is geklaard. Want FC Lisse handhaaft zich dankzij deze 6-1 overwinning op Staphorst in de topklasse. En speelt volgend seizoen gewoon derde divisie. Het had zo desastreus geweest voor alles en iedereen die Lisse een warm hart toedraagt. Dat we een niveautje zouden zakken. Maar ik ben zo blij. Hoe ziet jouw avond eruit? Lang, nat. Ik hoef niet te blazen, want ik laat mijn auto staan.